you want pop, you want damn, you want rock and roll. You want it. This here's remix. Got symphonic. So I got pop, I got damn, I got rockin' electronic club beats. I got your pop music with the future flow. So come on, red, even if the sky is falling down. Glenn, wow. Black Ops vandaag. Hij is net uit. Klopt. We gaan hem vandaag behandelen. De single player modus, by the way. Multiplayer modus volgen in de loop van de week. Black Ops van Treyarch. Voor de mensen die daar niet zo erg bekend in zijn, die hebben de titel voor Modern Warfare 2, World at War, uitgebracht. En ja, ze hebben nu, zoals jullie al een beetje op de achtergrond kunnen zien, ja, een hele grote titel naar mijn idee. Beste shooter van het jaar wordt het. Hebben ze uitgebracht. Ja. We gaan vandaag, wat ik net al zei, even reviewen. Dus ja, we hebben de singleplayer modus gespeeld. Dus kan je onderscheiden in tweeën. Ze, in World at War had Treyarch de zombie modus geïntroduceerd. Zij vonden dat daar een heel groot succes. Ik ga zo daar mijn mening over geven en Glenn ook. Dus dat is één gedeelte. En twee is natuurlijk gewoon een campaign mode. Die gaan we als allereerst eventjes behandelen. We hebben hem gespeeld. Ja. Wat vond je ervan? Wat is je opgevallen? Nou, het was... Het is wel op zich een hele toffe game. Ik heb, om even te beginnen, World of War game helemaal niet gespeeld. Ik ook niet. Modern Warfare 1 singleplayer helemaal niet. Modern Warfare 2 wel. Simpele reden, omdat ik geen internet had. En ik niks te doen had. Singleplayer gespeeld. In enkele uren uitgespeeld. Mm-hmm. Want ja, ik vind de singleplayer eigenlijk nooit wat aan. Ik heb het echt puur gespeeld omdat het, voor jullie, om een indruk te geven. En het is zeker leuk, vermakelijk om te doen. Ziet er heel goed uit. Niet zo goed als Modern Warfare 2, dat vond ik toch wel wat mooier uitzien. Maar ja, je wordt op zich wel erg in meegenomen in het verhaallijn. Ja, het ziet er gewoon goed uit. En ik vind de guns, het is wel wat leuker. Hè? Modern Warfare 2 heb je natuurlijk heden of toekomst een beetje. Mm-hmm. Guns en nu is het van Vietnam, dus net na de Tweede Wereldoorlog, 25 jaar later. En ja, die guns zijn net modern genoeg om het toch nog leuk te vinden. Ik had het wel gehad met het Tweede Wereldoorlog, guns en zo. Ja, op een gegeven moment, ik ben er ook al niet echt een fan van, vooral World at War. Ik heb die titel eigenlijk helemaal niet gespeeld. Ik was echt Modern Warfare 1. Die heb ik eigenlijk ook toen World at War uitkwam, volledig ben ik gewoon blijven spelen. Omdat ik gewoon helemaal niet geïnteresseerd ben in die Tweede Wereldoorlog. En ik was eigenlijk bang dat Treyarch het nu weer een klein beetje terug zou pakken. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk, dat is al, op internet hebben ze heel veel trailers al laten zien. Online modus, maar ook, of multiplayer natuurlijk, maar ook gewoon de singleplayer. En ik zag wat wapens waarvan ik dacht, ga niet te ver terug in de tijd. Want dat vind ik persoonlijk heel zonde. Want dat vind ik altijd heel vet aan Modern Warfare. Dat gewoon, ja, het die toekomstige wapens, hoe ze eruit zien, dat vond ik gewoon dik. Nou ja, het valt echt mee. Nou, er zijn al wat Tweede Wereldoorlog guns. Hè? De MP40 van de Duitsers zit erin en nog wat van die guns. Mm-hmm. Maar er is genoeg vernieuwing om toch wat moderner te maken. Ja, dat je dat ook vergeet. Dat je eigenlijk denkt van het is wel leuk dat die er eigenlijk tussen zit. En dat is op zich wel goed gedaan. Ja. En het verhaal verder, toen we hem aanzetten, toen we begonnen hem te spelen, vond ik het in het begin vreemd. Ja. Je zit als personage en dan, met allemaal schermen om je heen en dan je hoort een computerstem praten en je ziet wat bloed en beelden heen en weer flitsen, waarvan ik eigenlijk dacht van waar gaat het eigenlijk naartoe? Mm-hmm. En je wordt eigenlijk, ze gaan in die computer zit een beetje in je hersenen en je moet helpen aan flashbacks. Dus terug in de tijd ga je kijken van wat heb je gedaan, waarom heb je... Of hoe is het afgelopen? Waarom ben je met bepaalde vijanden met hun op pad gegaan? Waarom heb je ze helpen ontsnappen of ben je met hun mee gaan ontsnappen? Ik vond dat in het begin een beetje zoeken. En waar gaat het verhaal nou eigenlijk naartoe? Nou ja, je wordt ook gedwongen om die films te kijken. Omdat je eigenlijk niet kan skippen. Je, op bepaalde momenten kan je de cutscenes, het zijn niet echt cutscenes, maar de filmpjes te skippen. Maar dat is zo voorbij en dan ben je gedwongen om het af te kijken.
aan de ene kant goed, zo krijg je het verhaallijn toch wel mee. Aan de andere kant, ja, als je echt meteen de actie naar de andere actie wilt hebben, ja, is het gewoon vervelend. Ja, ik vind ja, en wat ik daarover vind, kijk, ik vind filmpjes leuk. Het moet alleen niet te lang duren en er moet ook echt wat verteld worden. Ik vind er zijn te veel flitsende beelden. Ja. Het gaat van hot naar her en ik heb geen idee van waar ben ik nou nu? Ben ik nou in Vietnam? Ben ik nou in de Sovjet-Unie? Waar ben ik nou? En dan in één keer zie je een beeld en dan wordt alles weggestreept. Nou, oké, daar staat dan onder waar je bent, waar je wat missies moet doen. Alleen dan weet ik nog niet waarom ik daar ben. En ik vond dat ook onduidelijk. Ja, hetzelfde probleem had ik ook met Modern Warfare 2. Wellicht ligt het gewoon, is het een Call of Duty ding, dat het zo wordt gebracht. Maar goed, ja, op zich is het niet zo heel erg boeiend. Want de gameplay is wel heel erg goed. Nou, daar kijk je natuurlijk echt naar, inderdaad. Je wil gewoon, het moet lekker spelen, het moet gewoon, Ja, het voelt vertrouwd, hè. Dat is net als Modern Warfare 2. Ik vind het een tikje langzamer, moet ik eerlijk zeggen. Gaat allemaal wat langzamer. Ik weet niet of dat ligt puur om de singleplayer is of... Ja, dat ze het zo hebben geprogrammeerd, ook dat het multiplayer zo is. En wat bedoel je precies met langzaam? Nou, ja, het lijkt niet of een beetje of je in, ik wil niet zeggen slow motion, maar ja, voor mijn gevoel kon het wat sneller, wat meer arcade dan. Nou, het komt niet snel op gang. Nee. Want na zo'n cutscene, als je dan hoor je die persoon waar je mee bent, hoor je praten. En het duurt heel lang voordat je dat mannetje daadwerkelijk echt volledig hebt overgenomen. Ja, ja. Want dan loop je langzaam, je kan niet echt reloaden, of reloaden, ik bedoel verwisselen van gun. En als je dat doet, als het wel kan, gaat dat ook heel traag. En dat, dat is het aspect on the rails. Hè. Hier heb je daar ook last van, dat het on the rails is. Maar ja, het positieve is, de acties zijn zo gruwelijk. Hè. Dat is echt vet. Noem maar bijvoorbeeld dat je van een gebouw afglijdt van het dak en het wordt op een gegeven moment slow-mo omdat je eraf gaat springen en dan zie je aan de overkant enemies en die moet je neerknallen. Ja, heel vet gedaan. Beetje Matrix-achtig, ja, dat is gewoon strak en dat is echt heel vet gedaan. En dat is het voordeel van onderwijs, dat is echt gewoon een vet voordeel. Ja, dat ziet er ook inderdaad echt heel vet uit. Je komt een gebouw binnen, de glazen worden kapot, of de ruiten worden kapot getrapt en het is gewoon... Ja, wat ik zeg, hoe je binnen, of wat jij zei, de slow-mo, het schiet in één keer, je ziet de kogels vliegen. Ik kan me nog een scène herinneren dat je een deur open doet. Je staat bij een teamgenoot, sta je met je hand op zijn schouder, met een handgun. En je gaat de deur binnen en er staat, de grote boef staat daar, met een vrouw. En jij moet hem een headshot geven en dat gaat heel langzaam en dat is echt heel vet gedaan. Ja. En dat is zeker een pluspunt. Ja. En je noemde het al net, de wapens, er zijn... ze hebben wat vernieuwing gebracht. We hebben het net al gehad over dat er niet te veel oude wapens binnen, in het spel zitten. Maar dat ze ook wel een beetje toekomstige wapens. Mm-hmm. Nou, wat ze vet gedaan hebben, persoonlijk vind ik, is je hebt een railing gun die je vast kan houden, waarmee je kan lopen. Dus op een gegeven moment in de single player modus. Ben je boven, dan moet je iemand verdedigen. En dan in één keer zegt hij, get the railing gun. En dan loop je er naartoe en dan pak je een vet grote railing gun uit de kast. En die hou je vast. En dan is het gewoon, je hebt iets van volgens mij 800 of 900 kogels. En dan is het gewoon... Alle schietende komen er trucks op je af. En er zitten dan mannetjes in en die moet je kapot schieten. Ja, dat vind ik echt, echt heel vet. En even kijken, wat voor guns hadden ze nog meer? Ja, de flamethrower. Dat is echt... op zich... Weet je, het heeft weinig impact, maar het visueel is echt heel erg grappig gedaan. Het is echt heel leuk. Ja. En natuurlijk de crossbow, hè. Dat is echt geweldig. Om gewoon op een mannetje... Een explosie. Ja, een pijl met een explosief erop op iemand te schieten. En wat 4 seconden later ontploft hij. Dat is echt heel grappig gedaan. Ja, dat is echt vet.